Vandaag zet de N-VA een sprint recht tot aan de verkiezing van 25 mei. 4 weken. Een sprint van 4 weken. Ik wens u allen een schitterende campagne. Veel succes op 25 mei. En datzelfde doorzettingsvermogen wens ik de vele medewerkers, de vele vrijwilligers toe voor hun tomeloze inzet achter de schermen. En ik dank er hen allen zeer hartelijk voor. Vandaag is ons verkiezingscongres. De inzet voor de laatste 4 weken is nu van start gegaan. Mensen een beetje vers bloed geven, dat hoort erbij. De sfeer, partij is van vlees en bloed en mensen komen graag samen op dat moment tegelijk. Ook nog eens wijzen op wat de inzet is van die verkiezingen. Maar er is vandaag ook plaats geweest voor inhoud. In die sofagesprekken zijn zowat alle belangrijke thema's aan bod gekomen. We hebben nog eens duidelijk onze klemtoon kunnen leggen. Wat wij als overheid moeten doen is ervoor zorgen dat je een goede omgeving geeft aan die ondernemer, zodanig dat hij werk gaat creëren en werk kan creëren. En daarnaast moeten we ervoor zorgen, eens dat die jobs er zijn, dat die goed worden ingevuld. Er zijn heel wat debatten geweest deze ochtend en ik heb het gehad over justitie en rechten en plichten. Het vertrouwen in justitie is historisch laag en wij moeten erop inzetten dat de band tussen wat recht is en rechtvaardigheid rechtvaardig is, hersteld wordt. Het kan toch niet dat de dag van vandaag, dat wanneer een rechter een gevangenisstraf uitspreekt van 3 jaar, dat die wordt omgezet in het dragen van een enkelband van 4 maanden. Dat is echt een grootschalige straf. Kwijtschelding. Men zegt dat wij geen vrienden hebben, maar wij hebben er een heel belangrijke. En dat is de waarheid. De waarheid is onze beste vriend. En mensen kennen de waarheid als je die vertelt. En dus dat is onze opdracht. De waarheid vertellen. Vertel waarom moedige hervormingen nodig zijn. Ja, dat we de patronale lasten op arbeid moeten verlagen om weer jobs te creëren. Dat we het overheidsbeslag zullen moeten afbouwen om onze sociale zekerheid te kunnen behouden. Dat we moeten ingrijpen om de pensioenen van morgen te kunnen betalen. Wij durven dat zeggen. Maar vertel ze dan ook dat wij de personenbelasting en de werknemersbijdrage vanaf dag 1 beginnen verlagen. Dat alle mensen met een loon tot 3000 euro er onmiddellijk op vooruit gaan. En dat tegen 2019 iedereen die werkt netto veel meer zal overhouden. En vertel tenslotte dat de N-VA niemand in de steek laat. Dat wij de laagste pensioenen en de leeflonen onmiddellijk willen verhogen tot boven de Europese armoedegrens. Dat is maar een kwestie van fatsoen die de regering De Rupo beloofd heeft, maar niet heeft uitgevoerd. Vertel dat wij inderdaad de werkloosheidsvergoeding willen beperken in de tijd zoals overal in de wereld. Maar vertel ook dat dit niet geldt voor wie vandaag 50 plus is. En dat wij tegelijkertijd zoveel meer willen inzetten op activering. Vertel dat wij inderdaad de index willen hervormen tot een systeem dat geen jobs wegjaagt en vernietigt. Maar dat we die automatische index uiteraard wel behouden voor pensioenen en uitkeringen. Kortom, beste vrienden, vertel de waarheid over onze voorstellen. Wij willen dit land sociaal-economisch gezond maken en via het confederalisme die gezondheid veiligstellen. Dat is ons verhaal en dat is een verhaal van hoop. Het is een verhaal van hoop, hoop op een beter beleid en een sterker land. Wij willen de Vlamingen op die manier eindelijk het beleid geven waarvoor ze kiezen. Morgen en overmorgen. Daarom vraag ik de komende weken uw inzet. Laat u alstublieft niet in slaap wiegen door peilingen. Elke stem moet binnengehaald worden. Het is aan ons om de Vlamingen te overtuigen om moedig te kiezen. Kiezen voor verandering. Verandering voor vooruitgang.